De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? En reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we zeggen. He, dus ik dacht, ik al gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. Ik heb de zee weer dicht gegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is it? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt dat allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrijwilletje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt, dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen? Ja.